Hallo allemaal, dit is deel 2 van de serie die ik heb laten zien met de nieuwe paperpads van Studio Light. Deze is gemaakt met de SLES MPP15 en ik ga dezelfde tijd met een cadeautje, want zo noem ik dat, dit is het cadeautje en dat blijft hierop zitten. Die ga ik dus nu maken met deze paperpad. Ik leg zo meteen wel even een briefje neer. Dat is SLES MPP12. Het is gewoon een hele mooie vintage stijl paperpad. Dus ik leg nu even dit briefje weg. En dit zijn de dingen die ik gebruikt heb voor de tijd die ik nu live ga maken. Ik heb een F-papiertje uit deze kunnen halen, die heel mooi bij het papier paste. En dat is SLES PP33. Is ook een lange, dus dat is heel fijn. En toen kwam ik nog een papiertje tekort. En ik ging eens dus tussen mijn scrappapier kijken. Dit is eentje uit de Ultimate Scrap Collection. En dit kleurtje past er ook heel erg mooi bij. Deze niet, maar dit is wel. Dus ik zou zeggen, als je kleurtjes papier zoekt, kijk ook eens tussen je scrappapier, want vaak heeft Studio Light aan één kant een vrij drukke print, zeg maar. En dan is hij aan de andere kant heel rustig. En dat kan natuurlijk best bij je project passen. Dus ik ga deze nu wegleggen. En die leg ik even hier neer, dan blijft hij in beeld. En vandaag is mijn roze blending tool aan de beurt. Die leg ik ook eerst even weg. Dan ga ik beginnen met de basis. Die komen er misschien op. Ik heb dus de stans gestanst. Die bestaat uit 3 lagen. Die heb ik dus in 3 kleurtjes gestanst en op elkaar geplakt. En ik had jullie al verteld dat zo'n paperpad dus te klein is voor die kleinste stans hiervoor. Dus die heb ik even op maat gesneden. En dat is geworden 8... Bij 20. De randjes heb ik al gedaan en dat heb ik met pumicestone gedaan. Dus die komt hier heel mooi op. Dan hebben we dus de basis, zeg maar, die ondergrond die je hier dus ziet. Die hebben we straks nodig. Dus ik ga er nu even bij zitten. Vergeten te kijken of mijn lijm het deed, maar die doet het gelukkig. Brave jongen. Zo. Kijk er dan, kleurt dat gewoon heel mooi bij elkaar. Hij moet een beetje die kant op. Die onderste kleur, dat is van een ander merk wat ik nog had liggen. Ik ben nog steeds niet tevreden. Want ik vind hem een beetje scheef zitten. Dus ik ga het nog 1 keer proberen. En anders moet het maar. Dit is vrij redelijk. Dus dan heb ik dus nu de basis. Hier had ik nog het woordje love uitgeknipt. Dat zat hier niet bij, zeg maar. Maar dat vond ik dus ook niet leuk. Het woordje bloem vond ik dus heel leuk bij dit bloemetje. Dat heb ik nu ook niet gedaan, dit stansje. Maar goed, het zit erbij, dus je zou het kunnen gebruiken. Even weer de dop erop. En dan komt er, ik haal dit er even af, dan komt dit deel erop. En hier moet ik natuurlijk magneetjes verwerken. Dus dat heb ik ook met die 3 kleurtjes ondergrond gedaan. Even kijken, ik heb een pijl gedaan, want deze moet hier zo naar boven. Dan komen hier dus de magneetjes en die ga ik dus met dit plaatje afdekken. Je ziet dat ik hier een laag meer heb gedaan dan hier. Het is gewoon echt kijken van wat is leuk, hoe wil ik dat doen. Ik heb dus de 3 stansen nog een keer gestanst. En de grootste is 9,5, de tweede laag is 9, de derde laag is 8,5 en deze is 8 centimeter. Dus zo heb ik dit opgebouwd. En ik had gedacht dat deze 2 libelles
wel leuk hierop waren. Even kijken, ik kan deze natuurlijk ernaast leggen, hoe ik hem wil hebben. Dan ga ik hem met een beetje lijmje vastmaken. Sorry. En dan ga ik dus die brits hem verder mee vastmaken. Maar dan blijft hij tenminste op zijn plaats zitten. Zo. Dan heb ik even mijn prikmatje nodig. Jij moet even aan de kant. Ik denk dat ik eerst die rondjes ga opplakken. Dat heb ik weer met die tape gedaan van Studio Light. Die heb ik hier achterop geplakt. En toen dus mijn rondjes gestanst. Oh. Even het beschermlaagje eraf halen. Het kleine rondje moet eruit. Pak ik een pincet. En doe ik hem hier in het hoekje. Nummertje 2. Kijk, die laat tenminste gelijk goed los zoals ik hem wil hebben. Kijk of het met deze ook wil. Nee, die is eigenwijs. Maar het is te makkelijk af te halen, hè? Nou, het middelste rondje wil ik niet hebben. Die komt hier in het hoekje. En dan hebben we hier nog één. Die komt hier. Zo, die mag weer even terug. Dan ga ik hier een gaatje in prikken. Voor mijn splitpen. Maar dat is natuurlijk wel een hele dikke laag. Maar ik ben bang als ik hem met mijn Big Bite doe, dat het gaatje te groot is, waardoor die splitpen er misschien straks doorgaat. Ik weet het niet hoor, maar voor de zekerheid doe ik het dus maar zo. En dan moet ik hem natuurlijk wel iets verder doorschuiven, zodat mijn gaatje wat groter wordt. Zo. Hij moet zo, want de bloemetjes moeten natuurlijk wel de goede kant op gaan. En dan komt hier zometeen dit op. Ja, het kan net. Ik heb ze iets meer in het hoekje gedaan dan hier, zeg maar. Omdat ik geen oud roze splitpennetjes had. Maar wel hele leuke met pareltjes. Ik denk, oh, dat is misschien wel leuk hierbij. Maar ja, die is natuurlijk wat boller. Dat staat het overeind. Ja, dat is wel lief, alleen ik moet het gaatje wel een beetje in het midden doen. Dat heb ik hier niet gedaan. Zo. Ik heb alleen vergeten weer, ook bij de originele, om hier even nog weer een achterkantje voor te gaan stansen, zeg maar. Om dit af te plakken, want het is natuurlijk niet mooi als je dit ziet. Maar goed, dat snappen jullie wel, hè? Ook al doe ik dat niet. Dat ga ik nog wel doen. Ik vind deze pareltjes er wel heel mooi bij staan. Het is een beetje een lieflijk papiertje, hè? Ik vind ze echt heel erg mooi, deze paperpads. Maar goed, dat had ik al gezegd. Ik val in herhaling. En dan mag die hier. Dan zit die vast. Dit moet in de prullenbak. Zo, nou wil ik hier dus magneetjes hebben. En die wil ik hier dus ook op hebben. Dan zal ik eerst even... Ik heb dus twee envelopjes gestanst. Dat heb ik hier, dat is die stans. En die ga ik dus zo in elkaar plakken. En dan komt deze zo. En dit flapje knip ik er dan af. Dus dat ga ik maar eerst doen, want ik moet hier de andere magneetjes op hebben. Dus ik leg hem even aan de kant. Ik ga hier dus lijm op smeren.
En die schuif ik dus hierin. En dan vouw ik hem dicht, zodat hij hier dus zeg maar mooi mee gelijk komt. En zo blijft hij zitten. En dan knip ik dit flapje, knip ik af. Even met schaar. Zo. Jij kan weg. Deze moet zo open gaan. Dan pak ik even mijn magneetjes. En mijn glue dots van Studio Light. Ik pak nu die 8 mm, omdat ik een magneetje heb van 10 mm. Dus die past hier heel mooi op, denk ik. Dus even kijken. Anders moet ik toch nog even dat andere doosje pakken. En mijn prikpen. Even kijken, want ik wil hier natuurlijk nog plaatjes hebben. Oh, dat hoeft niet, want dit komt hier weer op. Dus dan heb ik het bedekt. Dat moest ik bij deze, heb ik dus de magneetjes onder dit plaatje gedaan. En ik dacht, dat moet ik hier ook even doen. Maar het hoeft niet, want ik heb hier natuurlijk nog een laagje op zitten. Dus het is zorg nu dat hier de magneetjes op komen. En dan gaan we naar de volgende. Dit zijn de twee, dus dan moet ik even... Plak ik die op zo'n glue dot. Dat past heel mooi. En het zijn hele fijne glue dots. Plakken goed. Dus die komt daar. Dan doe ik altijd een stukje dubbelzijdig tape. Ik wil hem iets breder hebben. Hier is het beginnetje. Zo. En daar ook een stukje. Je kan ook nog een glue dot doen hoor. Maar ik vind dit wel fijn, want dit laagje plakt nog niet. Dus die moet hier komen. Dan ga ik dus de andere twee hier op doen. Zo. Nou ga ik dus daar twee glue dots doen. Even kijken, ik knip het denk ik af. Misschien dat ik ze zo ga doen. Even kijken wat handig is. En die plak ik dus hierop. En ik trek het beschermlaagje eraf. Ja, zo gaat het goed. En hier is er nog een, die komt hierop. Even de rommeltjes opruimen. Glue dots weg. Dit heb ik niet hier opgeschreven, maar dat staat wel op mijn blog. Dit is, even kijken of ik in beeld zit als ik zit. Ja. SLES glue een D van dot 02. Dus 01 is de 4 mm. En ik heb nu de 8 mm gebruikt. Ik ben heel blij hoor dat Studio Light dit heeft. En nu ga ik dus hier kijken hoe die dus netjes in het midden komt. Dat vind ik dus zo goed zitten. Dan haal ik deze er voorzichtig af. Dan zitten die daar precies op de plek, zodat ik deze er zo op kan doen, mijn cadeautje. Nou, hier wil ik ook even een stukje dubbelzijdig tape op plakken. En nou ga ik hier de tape afhalen. Het beschermlaagje dat zeggen, de tape niet. En dan ga ik hierop ook een beetje lijm doen, zodat hij een beetje nog kan schuiven. En deze komt dus nu hierop. Kijk, en dan kom ik dus in de knoei met mijn bret, zeg maar. Dus dan moet ik er nog even een klein stukje van afsnijden. Dat heb je als je het dus gaat zitten maken. Of alles zeg maar keurig netjes klaarleg. Maar het zit niet op elkaar. Maar dat geeft niks.
dan doen we dit even zo. Mocht dat bij jullie gebeuren, dan kan dat ook. Dus deze wordt een centimeter kleiner dan degene die hierop zit, zeg maar, vanwege mijn splitpennetjes. Even erboven houden. Ja, keurig. Nou, poging nummer 2. Kijk of de bloemetjes goed heb. Ja. Kijk, zo passen ze er heel mooi tussen. Eventjes vasthouden. Het lijm moet natuurlijk eventjes drogen. Zo. Kijk, maar die moet andersom. Zo. Dat is perfect. Nou ga ik hiermee verder. Ik ga eerst dit afmaken. Want daar wilde ik wat plaatjes op hebben. Daar had ik eens wat voor uitgeknipt. Kijken of dat leuk is. En ik had nog een bloemetje. Hier. Even kijken. Want ik wil wel dat het dus hier onder blijft. Dus een typemachine, een cadeautje, maar die moet zo. En ik had gedacht misschien het bloemetje hier. Nee, vind ik niet leuk. Ja, dit vind ik wel leuk. Dus ik laat dit even liggen. Nou ga ik die even inlijmen. Zo. Komt die ongeveer hier? Ja, dat is wel leuk. Even mooi plat drukken. Die magneetjes zitten natuurlijk onder. Je kan onder deze plaatjes ook dat dubbelzijdige plak doen van Studio Light. Dan zit het natuurlijk gelijk vast, maar dit wil ook hoor. Alleen iets meer geduld. En jij komt hier. En dit inkflesje wil ik dan hier hebben. Ja, dat vind ik wel leuk. Omdat de plaatjes een wit randje hebben, ga ik dus niet de randjes met inkt bewerken, zeg maar. Dat vind ik dan niet zo leuk. Witte randjes mogen wit blijven. Even de dop er weer op. Nou, dat bloemetje doen we niet. En dan vond ik dit wel leuk, denk ik. Als ik dit hier zo meteen op heb. Ik weet het nog niet. Ik vind dit ook wel heel erg lief. Dit zijn vrij grote dingen. Nu ga ik hier een stukje lint omheen doen. Want ik ben nu hiermee bezig, hè, met het cadeautje. Dus het lint moet nu eerst hier omheen. En dan kan ik het hier afplakken. En dan kan ik dus aan de andere kant van die envelopjes kan ik het opbouwen. En dit kleurtje vond ik er wel mooi bij. Dus dan doen we het even zo, dat ik een beetje een strik kan maken. Even kijken hoeveel dit is. 50 centimeter. Maar dan wil ik hier ook even een stukje tape hebben of een glue dot. Zodat mijn lintje blijft zitten. Nee, ik ga het met een plakbandje doen. Want
met een glue dot blijft het plakken, hè, als ik geen beschermlaagje doe. Dus ik kijk even. Dit had ik ongeveer nodig. Is organza lint met een heel klein randje zijde lint erlangs. Vond ik wel mooi. Dus die moet hier in het midden omheen komen en een beetje gelijk. En dan kan ik het hier dus vastplakken aan de achterkant. Daar is een beetje te lang. Dat is niet mooi als we straks tegen het plakband aankijken. En dat vind ik hier dus ook. Even het plakband van mijn vingers af, dat vind ik zo naar. Dus dit is nu de achterkant. Heb ik hem een beetje in het midden? Ja. En nu wil ik die dus afplakken. Dat heb ik met een vierkantje gedaan, die een halve centimeter kleiner is dan het envelopje. En die randjes moet ik nog even doen. Want dat heb ik daar ook gedaan. Dat zie je gewoon heel goed. Dus dat moet hier ook bij. Dan wordt het een eenheid. En nu mag ik deze beschermlaagjes eraf halen. En ga ik een beetje lijm op dit plakgedeelte doen. En hier op mijn plakband. En daar. En dan aan de vier randjes van het papiertje wat er dus weer opkomt. Zo. En nou blijft hij zo zitten. Dan ga ik deze kant ook even vastplakken, maar even de dop op mijn lijm. Nu heb ik dus dit lintje gedaan. Dat zit hier achter en dat zit hieronder. En dit zijn die twee envelopjes die ik dus in elkaar heb geplakt hier. Nou wil ik de binnenkant even decoreren. Daar heb ik een ander bakje voor nodig. Oh, ik zie dat mijn volgend bakje is die kleine label. Dan ga ik daar maar eerst mee verder. Dat is dus deze. Die volgorde heb ik het hier liggen. Even mijn bakje leeg schudden. Die randjes heb ik nog niet gedaan. Dus ik heb de eerste drie kleurtjes zeg maar, van mijn grote label genomen. Zonder dit, zeg maar, bloemetje. Want het zijn ook drie stansen. En hier achterop kun je dus heel mooi iets schrijven. Maar dat kan ook op die kaartjes die dus in de envelop komen. Oh nee, ik moet er nog één. Laat ik ze maar eerst afwerken. Nou, dan komt deze. Dit is de bovenkant. Die komt eerst hierop. Kijk, en uit dat blokje is natuurlijk dubbelzijdig. Dus dit is ook wel een heel mooi kleurtje groen. Maar ja, die kunnen we nu niet gebruiken. Maar ik vind deze pads wel heel erg fijn hoor. Het zijn hele mooie kleurtjes die ze ervoor gebruiken. Er gaan er in deze aankomende maanden nog wat komen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Jij moet vast. En nou mag deze hierop.
Zo. Nou, dan moet ik die hier even een rondje plakken. Even kijken, ik had nog een rondje. Ja. Dat ga ik maar even gokken. Die mag weg, want dat is op. Mijn pincet. Nou. Ik zal wel kippig zijn. Ik heb hem weer eens een keertje van me afgegooid. Ligt niet voor mijn neus. Hier ligt hij. Het randje. Even dat andere rondje kwijt. Nou, hij wil niet. Zo, weg. Een beetje op het oog. Zo. Nou, dan ga ik daar even een gaatje maken met mijn Big Bite. En mijn potlood. Kijk, dat is een heel mooi gaatje geworden. En daar had ik hier een stukje lint voor. Dan maak ik even een dubbele knoop. Duw het knoopje naar beneden. Zo. Nou ga ik hem opbouwen. En daar had ik verschillende plaatjes voor uitgeknipt. Ik vond het eerst jammer van dit vlindertje, maar aan de andere kant, hier zit een geel vlindertje, daar zitten twee gele vlindertjes en er zat los ook nog een geel vlindertje. En dan vind ik het zo eigenlijk wel leuk. En hier zitten drie vlindertjes, ik denk als ik die nou hier plak en die gaan zogenaamd zitten die vast met twee van deze dingetjes, maar dan geloof ik zo. Nou, ik twijfel hier aan. Ik had nog een bloemetje. Nee, dat moet... Nou ja, dan mis ik het toch. We gaan eerst die grote maar eens opplakken. Die moet natuurlijk wel goed vastzitten, want die ga ik dus onder die bellyband zeg maar schuiven. Dat ik niet de hoekjes van de plaatjes omhoog duw. Weer eens een beetje geknoeid. En dan blijft mijn label straks bij mijn bellyband plakken. Die komt daar. Ho. Ja, dat moet er wel bij. Ik wil hier even een klein randje van afknippen. Vind ik een beetje te grof. Jij hier af. En jij even omdraaien. Hij zat al los. Hier een stukje af. Ja, vind dit niet leuk. Het is net alsof die vogelkooi een beetje zweeft. En dit vlindertje hier. Ja, zo kan het eigenlijk wel, hè?
geloof wel dat ik dat doe, die tweeën. Hier zit ook een beetje dat roze. Beetje veel lijm, dus dan dep ik het eventjes zo een beetje af. Even een beetje, daar moet hij komen. De vlindertjes moeten de goede kant op. Kijk, hier zitten dus twee gele vlindertjes en deze is dit kleurtje. Dus daarom vond ik dit wel heel erg leuk hierbij. En nou ging ik... Even kijken wat een beetje logisch is. Ik twijfel of ik dit wel wil doen. Bij twijfel niet doen. Dan heb ik hier dus mijn grote label. En deze komt dan hier onder. Zo gaat het eruit zien. Dus dat hebben we klaar. Dan gaan we nu hiermee verder. Achterkant had ik al geplakt. Hier komt dit allemaal op. Even mijn voorbeeld. Kijk, hier zitten drie lagen op. Maar de eerste laag heb ik op het envelopje geplakt. De tweede laag heb ik met foam gedaan, zodat ik hier zo'n labeltje in kan schuiven. En hieronder heb ik een bloemetje geplakt. En ik wil onder de mijne wil ik even een stempeltje zetten. Want ik heb er hier een. I wish you all the best. Best things nog wel. Dat vind ik wel leuker onder dat klepje. Dus dat klepje zit hier. En dan had ik het foam er al opgeplakt. Het is niet zo handig. Even kijken, die moet zo komen. Want het labeltje moet zo erin. Even mijn stempeltje. Maar ik doe het in mijn stamping tool. En op hoop van zegen dat dat goed komt. Dan leg ik hem hier even zo in. En dan zie ik zo dat hij hier ongeveer moet komen. Pak ik even mijn stamping tool. Die heb ik nu zeer zeker nodig. Nu heb ik er eerst dan foam wat opgeplakt. Ik was bang dat ik hem anders gewoon zou opplakken. Want ja, ik heb allemaal losse stappen nu. Ik denk, oh, ik ken mezelf, dan vergeet ik dat straks. Dus op hoop van zegen dat hij doet wat ik wil. En dat hij een beetje recht is, zou ook fijn zijn. En dan hebben we even zwarte inkt nodig. De Versafine Onyx Black. Die had ik beïnkt. Ik bedoel beïnkt. Daar had ik nieuwe inkt op gedaan. Dus die gaat het zeker goed doen. Een beetje harder. Ja, daar was ik al bang voor. We geven nog niet op en anders moet er een ander stukje papier op komen. De aan de onderkant nog een beetje. Nou, zo vind ik hem wel goed hoor. Even provisorisch met een doekje. Die moet ik wel even gelijk hier plakken. Dan ga ik hem straks wel schoonmaken. Want zo'n klein stempeltje ben ik dan bang dat ik hem kwijt ben. Dan wil ik de inkt even laten drogen. Dan ga ik nu even de kaartjes maken die erin komen. Die had ik hier. Deze stansen voor die vierkantjes, zeg maar, die zitten ook bij dit envelopje in. Verschillende vierkantjes.
Dus dat is heel makkelijk. Ik wilde dus deze, het donkere en gelijk het bloemetje erop. En dan had ik de binnenkant van het envelopje, wil ik natuurlijk ook. Even kijken dat ik hier misschien, nou ik noem dit postzegels, op ga plakken. En hier wil ik natuurlijk ook iets hebben. Dus had ik ook het een en ander voor uitgeknipt. Nog een bloemetje. Nog een vlinder, dat is te veel. Misschien dat dit hier aan deze kant moet. Ja, zo gaat hij komen. Ja, de dop er weer niet op gedaan. Even een speld. Moet ik wel het flesje waar ik hem uit heb gehaald er weer in terug doen, anders heb ik daar dat probleem zo meteen. Wat had ik nu? Deze was ik mee bezig. Die daar. Ja, ze moeten een beetje als een groepje zijn. Dus ik aan de ene kant een libelletje doe, of twee libelles. En hier het vlindertje. Dat is misschien ook wel leuk. Niet zo voorspelbaar. Die zit daar goed en dat bloemetje moet daarachter komen. Zo. Ik heb vergeten dit binnenste te doen. Zal ik eens kijken of die hiermee wil? Normaal is dat niet erg, want het heeft het kleurtje van de envelop. Maar ik ga het nu over dat bloemetje plakken. En dan vind ik het niet zo tof. Dit vind ik beter. Even mijn potlood. Zo. Nou, dan mag jij een beetje lijm hebben. Hier ook een beetje lijm. Nou, dat vind ik al leuk. Die denk ik ga verstoppen. Ja, dat vind ik wel leuk. Die met hun tweeën en deze, die mag alleen daarboven. Er zit nog een vlinder, maar die is een stukje groter. Dat vond ik niet zo leuk in die envelopjes, of op de envelopjes. Nou, kom joh. Een beetje veel zie ik. Even met mijn vinger deppen.
En jij komt bij je broertje. Even een secondje. Zo. Dan gaan we naar de kaartjes. Die had ik nog niet beïnkt. Deze. Dan heb ik die andere natuurlijk ook niet gedaan. Die hoort daarbij. Even kijken. Ja, dat is wel leuk. Oh, misschien zijn die libelles, die grote, hier wel leuk op. Liedjes naar boven. Zo. En graag een beetje recht. Nou, dan had ik hier nog twee rondjes. Even kijken. Ik wil even met een potloodstreepje. Met mijn nullijn. Eerst de dop erop. Zo. ...3,2 is die. Dus hier moet die komen. En dan pak ik ze zo gelijk. Want dan krijg ik het gaatje in beide kaartjes hetzelfde. Ik moet alleen het kleinere gaatje hebben. Zo, ja. Mijn potlood, die heb ik hier. Dan mag daar ook een rondje op. Zo. Even kijken, we gaan wel bij de recht. En dan kan je nog leuk hier ook wat opschrijven of iets stempelen. Oh nee, veel te groot. Veel te groot. Dit is gewoon genoeg. Ja. Goedgekeurd. Alle plaatjes zitten er 2 of 3 keer in. Dus dat is gewoon wel heel fijn. Want ik vind 2 dezelfde envelopjes. Die mogen zo wel verschillend, zeg maar, beplakt zijn. Want dit is nu 1 geheel. Maar 2 kaartjes die erin zitten vind ik wel leuk als die weer hetzelfde zijn. Even kijken. Ik had hier een lintje en daar een lintje. Kom op, moet ik je nou eerst even in een puntje knippen? Schijnbaar. Zo, nou jij ook maar gelijk in een puntje dan.
Nou, kom op joh. Is toch niet zo moeilijk? Knoopje moet naar beneden. Zo, ja. Dan pak ik ze zo samen, want ik vind het wel mooi als ze beide even lang zijn. Zo. Komt deze hierin. En die wil ik op zijn kop. Dan gaat die mooi dicht. Die kan ik dus straks dichtstrikken. En nu hebben we hier nog twee laagjes. Dus die komt hier op. Dat is van een andere stans, hè? Maar past perfect op dit envelopje. Zo leuk. Heb ik die? Nee, die heb ik nog niet beïnkt. Eerst de dop erop. Op zijn kop wegzetten. Ik heb niet voor niks die mooie houdertjes die Doeken voor mij heeft gemaakt. Nou, die was ook groen aan de andere kant. Maar dat geeft niks. Ik denk dat ik hier even knijpertjes op zit. Ja, even knijpertjes pakken. Zo, die moeten maar eventjes zo. Dit was met foam. Nou had ik nog dat stukje met dat klepje. Die hier weer op moet komen. Dat heb ik hier neergegooid. Die komt dus hier op. En nou weet ik niet, want dit gaat natuurlijk hierop komen. Dat je dat klepje open kan maken, dat je dan de tekst ziet. En nou wist ik dus niet, ik heb deze wel met dat oud roze gemat en dat andere kleurtje. Dus ik heb het labeltje uitgeknipt en toen op twee stukjes papier weer gemat. En nou wist ik dus niet of ik, want dit vierkantje zit er als stansje ook bij, die dan precies heel mooi op dat klepje komt. En dit hobbelpaardje vond ik wel leuk. Dus ik dacht of dit kleurtje. En dan komt dit hierin. En die daarop. Of deze. Dan wordt hij wat rustiger. Maar ik geloof ook tegelijk een beetje saai. Nee. Toch maar deze. Nou, ik kan hem er eerst op plakken. Ik heb dus aan drie zijdes foam gedaan. Zodat ik hier zometeen die label kan doen. Nou, dit is goede lijm van Studio Light. Dus die komt nu hierop. Ja. Gaan we even de beschermlaagjes afhalen. Ik heb zo'n stukje tape genomen in deze lengte. En die heb ik door de helft geknipt. Ik zag laatst dat Janine heel mooie strips had met smalle foamtape. Dus als ik daar weer wat ga bestellen... Dan lijkt me dat wel handig. Want dit knippen word je ook niet altijd vrolijk van hoor. Blijft het weer aan je schaar hangen. En dan heb je op een gegeven moment een lijmlaag op je schaar zitten. In plaats dat ik alles nou netjes wegleg. Nee, dan gooi ik het weer van me af. En nou zie ik dus mijn pincet weer niet. Nu weer wel. Zo. En dan heb ik hier mijn labeltje. En
En deze heb ik nog niet beïnkt. En hier zitten dus alle stansen staan daarbij. En het briefje komt dus ook op mijn blog te staan. Dus dan kun je het ook altijd nog rustig nakijken. Nou, dit vind ik ook wel leuk, in zoverre ik erbij kan. Heel voorzichtig. Nou, dat durf ik niet. Zo is goed. Die komt daar. Nou moeten we wel een beslissing nemen. En dan komt hij hierop. Oh ja, niet dat lichte kleurtje. Dit haalt hem heel mooi op. Dus daar nog even de randjes van. Even het witte wegwerken. Is dit erg dat ik dat binnenstukje? Nee, ik vind het niet erg. Ik laat het er zitten. Ik ben niet zo goed in dat snijden. Ik krijg zo'n scherpe rand altijd. En ik vind het een beetje klein om met een punt van mijn schaar erin te gaan om te knippen. En dan kan je soms beter net zo goed het zo laten. Dat was dat. Nou moet ik nog even kijken of ik die libelles nog hier achter wil hebben. Eén daar en één hier. Nee, ik vind het papier zo lief. Zo mooi rustig ook. Ik ga het niet doen. Hoppa. Dan mag jij er weer in. Ik vind die pareltjebrets ook wel heel mooi erbij. Het stijltje past mooi zo bij elkaar. Nou, die hadden we niet nodig. Dan gaan we die andere er even naast leggen. Misschien ga ik dit snijmatje even weghalen. Dan kunnen we er beter naar kijken. En dan moet natuurlijk eerst nog een strik hier. Zo vind ik hem niet mooi. Nog een keer. Beetje aantrekken. En de staartjes mogen een beetje korter. Die kant op schuin. En jij mag zo schuin. Nee, zo. Nee, zo. Dan was dit de ene. En dit was degene die ik had laten zien.
En zo kan iemand dus het cadeautje eraf halen. En je kunt in zo'n vakje kun je natuurlijk ook geld doen. Dus die gaan we ook even mooi strikken. Beetje aantrekken. Zo. En dan hadden we hier nog de label natuurlijk. Die kan ook wat hoger. Maar hier zit niks onder, dus die kan best wel zo. Nou, dit was gefilmd. Zo'n label maken. Dan kan ik morgen weer beginnen aan de volgende. Want dat had ik jullie beloofd. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!